Op dit moment is het heel erg droog en dat is jammer, maar ja, we hebben ermee te maken en dat is de situatie. Dat betekent dat we op dit moment ons best moeten gaan doen om voldoende voer te creëren voor de winterperiode. En waar we het vandaan halen, halen we het vandaan of van het eigen land, wat er nog eventueel mag gaan groeien, of we gaan het kopen. Maar ja, dat kopen, dat kost momenteel ook heel veel geld. Ik kom voor een maand of twee, à drie kom ik voer tekort. Voor mijn bedrijf kan ik nu wel zeggen dat gaat in ieder geval 30.000 euro kosten. De laatste keer is waarschijnlijk 1976 geweest. Nou, dat is toch best wel een poosje terug. Ik ga ervan uit dat we dit volgend jaar niet nog een keer hebben. Maar dat het misschien nog wel 15 of 20 jaar gaat duren voordat we weer zo'nzelfde situatie krijgen. Kan de overheid nog iets betekenen? Het kabinet komt met een overbruggingskrediet. Is dat nog een pleister op de wonden? Nou, het is in ieder geval de mogelijkheid om wat vanuit Brussel wat iets eerder de subsidie losgeputten te krijgen die we elk jaar krijgen. Dat gaat waarschijnlijk in medio oktober uitgekeerd worden. Dat geeft dan iets meer financiële ruimte op de rekening om wat voer extra aan te kopen. Is er nog een mogelijkheid om gras alsnog in te zaaien? Het is wel de bedoeling om dat te gaan doen. Want er zit een heleboel land tussen wat heel slecht is geworden ten aanzien van de droogte. Dus dat moet opnieuw doorgezaaid of ingezaaid worden. Maar ja, daar hebben we dit jaar niks aan, want dat grasplantje gaat volgend jaar pas groeien.